zien geen mensen. Oh ja, nu ja. Zie ik al. Maar nog niet goed, maar je ziet wel. Ja, niet. Wat spannend is dat, want mogen mensen vragen aan ons stellen? Ja. Yeah. Geachte dames en heren van de pers. Ja, wat fijn dat u er allemaal bent. Maar u ziet ons nog niet, hoor. Ik moet eerst netjes gaan zitten. Ja, maar u hoort ons wel, hè? Hoort u ons? Ja, wat spannend. Heb jij wel eens een persconferentie gegeven, Ernie? Eerst hoe vaak, Bert. Ja. Jij niet? Ik nooit, ik mocht niet. Nee, ik kan het heel goed. Jij kan het heel goed? Ja, ik kan het heel goed. Moet je maar opletten. En waar moet je opletten dan? Nou, je moet opletten, je moet goed luisteren. Ja, en, dat kan ik wel. Dat moeten de mensen van de pers moeten ook goed luisteren. Dat doen ze niet altijd. Nee. Want dan moet het af en dan... Hebben ze haast? Ja. Yeah. Maar dat geeft ook niet hoor, dat begreep ik ook wel. Ik zie NSD staan. Dat is de Nationale... Socialistische... Erelaat. Nee. Oh, nee, wacht even. NS... A, B, C, D, E. E. Was eerst NSA. Toen NSB, toen NSC. En nu zijn ze op E. Maar het wordt, uiteindelijk wordt het NSZ. En dan is het afgelopen. Ik weet niet of het lang duurt. Ja, het is altijd maar afwachten. Dat weet je niet. Nou is het weer donker. Of zie jij wel wat, Ernie? Ja, mensen moeten even geduld hebben. Ja, dat is belangrijk ook hoor. Ook voor kinderen, dat ze geduld hebben en dan word je eens groot. En geduld houden ook. Geduld houden? Ja, of is dat al, geduld is al dat je het houdt? Nee, ja. Geduld kan ook zijn dat je het niet houdt. Nee. En dan ben je ongeduldig. Nee, dan heb je geen geduld. Maar je kan niet geduld hebben en houden. Hebben en houden, dat zijn twee verschillende dingen. Ja. Dat geldt voor speelgoed ook. Het hebben is één, maar het houden is twee. En je kan het ook kapot maken, het speelgoed kan je ook kapot maken. Ja. Weet je nog wel dat ik een keer een autootje... Dat jouw autootje kapot was? Ja, en ik moest heel erg huilen, toen zei ik net toch fijn dat het kapot... Oh, het is al begonnen, geloof ik. Ja, nu is de persconferentie begonnen, Ernie. Wat wil je zeggen, Ernie? Zeg het maar. Tegen mij kan je alles zeggen. Dames en heren. Ja. Hartelijk welkom op deze moderne bijeenkomst. Heel modern. Een keertje achter de schermen. En let goed op, want het is heel makkelijk. Dit maken jullie nooit meer mee. Wat er nu gaat gebeuren, maken jullie nooit meer mee. En misschien zijn ze er ook voor blij omdat het maar één keer is. Nee, Bert? Ernie, nee. Ze zijn niet blij dat het maar één keer is. Ze willen allemaal, net als in zoveel gevallen, het nog een keer doen. Maar in dit geval kan het niet nog een keer. Heb je er wel aan gedacht om die paperclipje mee te nemen? Want ik heb gezegd dat jij je lievelingspaperclip zou laten zien. Ja, maar Ernie, ik ben dan bang dat journalisten mijn paperclips gaan stelen. Want ik ken dat slag. Oh, Bert, dat is een hele onaardige en ook hele domme opmerking, want je moet de pers altijd voor je innemen. Maar dat was heb ik gelezen, in het boek van jou. Ja, het was een grapje, Ernie. Oh, een grapje. Dat begrijpen ze wel. Dames en heren, de persconferentie is al begonnen. Mag beginnen, ja, maar we horen geen vragen, hè? Nee. Nee. Dus dan mogen jullie mensen van de pers uit Nederland en België... nu mogen jullie een vraag aan ons stellen. Ja, een hele moeilijke vraag. Want van die makkelijke vragen... die en ook aan... beantwoord je zelf maar. En Timmy ook, hè. Aan alle mensen van Sesamstraat. Dag Bert en Ernie. Jullie hebben een nieuwe straat. Wat vinden jullie ervan?
Hebben we een nieuwe straat? We hebben een nieuwe straat. We hebben een nieuwe straat. Heb je net je liedje ingezongen, Ernie, in de nieuwe straat? Ik vind hem zelf, hij is schoon. Dat is heel belangrijk, dat de straat schoon is. En je kan er van alles in doen. En ik hou wel van nieuw, als het maar niet te nieuw is. Ik vind het wel een beetje jammer dat hij niet gevaarlijk is, de straat. Nee, er hoeft maar, niet meteen ongelukkiger te gebeuren. Maar het moet toch een beetje spannend zijn op straat. Dat je kan vallen en dat er een veldje is waar ze nog moeten bouwen, waar je lekker keet kan schoppen. Ernie, luister. Zal ik even het trompet spelen? Luister even, Ernie. Mag ik even het trompet spelen? Nee, luister even, Ernie. Luister naar mij, Ernie! Luister naar mij! Als je wil vallen, dan kan je altijd vallen. Om even terug te komen op uw vraag van daarnet. Ja. Zoals u hoort, zijn wij heel erg gelukkig met de nieuwe straat. En wij wensen ook al onze vriendjes veel plezier ermee. U moet er maar aan wennen. Ja, maar het is... Kijk, nieuw wil niet altijd zeggen beter. Maar in dit geval... geloof ik wel dat het beter is dan ooit. Want hij werd wat oud wel, hoor, onze straat. Ja, Ben, ik moet nog even zeggen. Ben is namelijk gek op broccoli. Die vindt hij heerlijk. Maar die zijn niet echt. Nee. Die broccoli. Jongens, als ik jullie even mag onderbreken. Ja, graag. Ja. Want we zijn een persconferentie aan het houden. Wat bent u knap? Ja. Waren jullie, er is hier ontzettend veel pers. Waren jullie niet zenuwachtig voor deze persconferentie? Nee, we hebben wel voor... Ik was heel zenuwachtig. En hij heeft hier ontzettend een grote mond. Nee, ik was helemaal niet zenuwachtig. Vraag dan. Nee. Wie heeft er nog gezegd? Ik heb wel ergere dingen meegemaakt. We hebben wel eens voor Bush ook iets moeten doen. Dat was wel heel erg. Een vraag. Ja. Rustig de vraag stellen. Wat is de vraag? Voor welke omroep is dat... Voor het Jeugdjournaal. Voor het Jeugdjournaal. Is dat voor alle gezinten? Precies. Ja. Waarom is Sesamstraat al zo lang zo'n bijzondere straat? Omdat er bijzondere mensen wonen. En omdat wij... We hebben veel plezier samen. En zijn niet gemeen. En daarom... Je bent wel een beetje soms, hoor. Je bent wel een beetje gemeen. Moet je ook eerlijk zijn. Nou, iedereen weet dat jij vaak... mij plaagt, Ernie, maar dat vind ik niet erg, want dat kan ik gewoon hanteren. Maar daarom is Sesamstraat prettig, omdat de mensen goed met elkaar... Ik kan wel merken dat jij niet weet hoe het gaat met de persconferentie, dat je eerste persconferentie is. Hoe moet dat dan? Want je bent helemaal vergeten wat er gevraagd werd. Waarom het zo goed gaat in die 30 jaar in Sesamstraat, hè? Dat was de vraag. Toch? Nee, helemaal niet. Wat dan? Je luistert niet, Pet. Ga maar weer boek lezen dan. He, dan doe ik het verder weer. Nee, want dit is een persconferentie, dus dan kan je geen boek lezen. Dat weet of je zelf ook wel. Met erbij, hoor. Maar wat was wel de vraag, Ernie? Wat was dan wel de vraag? De vraag was... wilt u hem nog even herhalen? Want ik... Jij weet het zelf niet meer. Wel. Zo lang zo'n bijzondere straat. Ja, nou, dat heb ik geantwoord, omdat het zulke bijzondere personen en mensen en wezens en wat dan ook zijn. Een bijzondere straat voor bijzondere wezens. Ja. Heel goed, Ernie, heel goed. Dat heb je goed gezegd. Dat had ik ook voorbereid, hoor, om dat te zeggen. Ja. En de volgende vraag. Van wie bent u? Van het grote mensenjournaal, het NOS-journaal. Ja. Het Jeugdjournaal had zojuist al een vraag. Gefeliciteerd met je nieuwe straat. Toch een beetje een serieuze vraag. Ja. Sesamstraat al jaren jullie straat. Ja. De NPS misschien wel jullie wijk, jullie stad. En die gaat weg. Waar moeten jullie straks wonen dan? Gaat helemaal niet weg. Nee, die gaat niet weg. Dat komt wel goed. Want ik heb gehoord dat die Medi van der Laan die gaat aftreden. En dan blijft de NPS bestaan. En dan blijft Sesamstraat ook bestaan. En daar moeten we naartoe. Ja, dat is waar, hè, Ernie. Dat hebben wij gehoord. Bert, heb je mooi gezegd. Ja. Echt, hè? Hij heeft er helemaal niet van terug. Nee. Maar je moet ook weer niet zo erg doen. Want anders durft hij niet meer wat te vragen. Oh nee, nou doe het heel rustig. Want deze mevrouw... Mag ik een andere vraag stellen? Ja, graag zelfs. Want als je steeds dezelfde vraag krijgt, dan wordt het saai. Van welke partij bent u? Ik ben van partij RTL Boulevard. RTL Boulevard, ja. Met Daphne Bunskoek
is dat. Ja, dat vind ik wel. We zien alles. Dat vind ik zo raar. Ik vond het leuker. S'morgens vroeg. Nee, ik vind. Maar nu zit ze zo. Ik hou meer van vrouwen laat op de avond. En Daphne Bunskoek, dat is een van de fijnste vrouwen die ik op dit moment op de televisie tegenkom. Jammer dat je zo rijd terechtgekomen is nu even. Misschien is het maar tijdelijk. Maar wat was de vraag? De vraag is, de kinderen kunnen nu vroeger naar jullie kijken dan eerst het geval was. Gaan jullie staken om later op de avond weer te komen? Ja, we wilden eigenlijk om 12 uur 's nachts komen, maar dat mag niet. Maar het is 5:30, daar vinden we niet leuk, want heel veel kinderen die kunnen niet kijken om 5:30. En wij willen eigenlijk naar 6:30, daar zaten we vroeger ook om 6:30. Vroeger was het toch altijd 6:30 en toen moesten we niks om 6:00 en nu zit het niet voor 5:30. Rustig Ernie, rustig. Ja, je hebt wel... En daar heb je er helemaal niks over te vertellen. Nee. Wij eisen dat we terugkomen om 6:30. Wat als ik... Sesamstraat om 6:30. Sesamstraat om 6:30. Sesamstraat om 6:30. Sesamstraat om 6:30. En anders bleven we gewoon weg. Ja. Of niet? Wij hebben toch voor het zeggen, Ernie. Hè, jongen? De kinderen hebben voor het zeggen. Ja. Wij ook niet, hoor. Nee. Mag ik even tussendoor komen? Ja, hoor. Nou, niet tussendoor, hoor. Je mag er helemaal in. Aan Tommy stellen. Ja. En Tommy, jij bent natuurlijk een van de, iedereen is natuurlijk wel beroemd in Sesamstraat, maar jij bent toch wel een van de kopstukken ook. Hè? En nu vraag ik me af, ik weet niet of je die nieuwe omroep kent, Talpa. Hè? Ken je dat, Talpa? Ja, die John de Bol die zocht allemaal kopstukken eigenlijk voor zijn omroep en dan vroeg ik me af of die ook bij jou op bezoek is geweest. Ja. En? Ja. Nou, we zoeken nog een goede mol voor in Sesamstraat. Ja. Maar jij was zelf maar niet weg bij de omroep. En we weten nog een hele leuke bij SchoolTV. Maar ik blijf bij Sesamstraat. Ha. En bij de NPS. Ja. Dus die grote zak met geld kon je niet verleiden om weg te gaan? Wel, nee. Als die nou met een grote zak met snoep was gekomen. Poeh, zeg.